Hey, welkom bij Mijn Cave. Leuk dat je weer kijkt. Kennen we elkaar nog niet? Ik ben Marcel, dit is Noscue Barbecue. En vandaag gaan we smashed potatoes maken met een yoghurt knoflook bieslook dip. Nou, geloof het of niet, maar deze smashed potatoes, dat is ongeveer het tweede recept. Ik heb even teruggekeken, het was het tweede recept. Moinkbols was het eerste recept. Maar het tweede recept wat op mijn blog kwam te staan. Noscuebarbecue.nl. Maar toen noemde ik ze gegrild potatoes. En ik had ze toen een keer gezien. Super lekker, super leuk om te maken. Snel even een heel simpel blogpostje geschreven. Eigenlijk ontzettend slecht, dus gelukkig heb ik nu weer de tijd om even bij te werken. Maar lekker gerecht, alleen ja, voor mij ook weer in de vergetenheid geraakt. En ik had hem toch alweer een tijdje op mijn lijstje staan om te updaten. Ik dacht van nou is een mooie tijd om dat even tussendoor te doen naar al het McDonald's geweld van de afgelopen weken. Dus gewoon even wat lekkers, een bijgerechtje. Het is een makkelijk gerecht. Je moet de aardappeltjes moet je 20 minuten voorkoken. Ik heb gebruik gemaakt van culinaire aardappelen, rood en geel. Maar 20 minuutjes voorkoken, dat is het meeste werk onderhand. En daarna kun je lekker met de barbecue aan de slag. Nou ja, goed, ik sta hier al voor mijn toonbankje. Dus laten we gewoon lekker aan de slag gaan. Nou goed, de smashed potatoes. Nou, wat ik net al zei, 20 minuutjes voorkoken. Die heb ik hier al staan. Ja, en daarna is het eigenlijk een heel makkelijk gerecht. Je pakt de aardappeltjes erbij. Even een mesje erbij. En je maakt gewoon eigenlijk... Zo een inkeping. Zo even een inkeping. Dan pak je je spatel en dan druk je ze plat. En dat doen we bij de volgende ook. Zo. Even dit aan de kant. En zo ga je gewoon verder. Maak er even een paar tegelijk. Deze is al een beetje opengebarsten. Zo eens een keer. Kijk. En vervolgens pak je wat olijfolie erbij en doe je je bakplaat, een beetje mee invrijven. Deze bakplaat die heb ik trouwens van die IKEA. Komt met zo'n roostertje. Best handig voor op de barbecue zo eentje. En ook gewoon thuis natuurlijk gewoon voor in de oven. Kijk. Dan kun je ze gewoon mooi erop leggen. Nou goed, ik heb er 12 op de bakplaat gekregen. En nu is het tijd om gewoon lekker te ruppen. De ruppen. Oké. Okay. Goed bezig, Marcel. Maar ik ga mijn eigen chicken rub en de mediterraanse rub. Dus chicken, mediterraanse. Je kunt nog peper en zout gebruiken als je dat wil. Maar ja, doe daar lekker je eigen ding mee. Nou, dan beginnen we hier met de chicken. Zo, voorzichtig. En... de mediterraanse. Nou, de chicken rub is wat spicier. Er zit wat chipotle in. Mediterraanse rub is wat aardig, kruidiger. Dus dat zie je ook al. Ja, goed. En vervolgens parmezaanse kaas. Dat is echt, dat gaat de toevoegen. Je kunt hier natuurlijk ook andere kaassoorten voor gebruiken. Als jij cheddar wil gebruiken of zo, of gewoon gouda kaas, kun je dat ook gewoon doen.
Dat is net even wat jou uitkomt. Ik vind parmezaanse lekker. Royale laag, dat wordt lekker crispy dadelijk. Kijk. Hartstikke mooi. Is het nu tijd om de barbecue aan te steken? In de barbecue gebruik ik acaciahoutkool en hier ligt een blokje kersenhout. Gewoon voor wat extra rooksmaak. Nou, dat is een mooi groot vuur. We gaan hem indirect opstoken naar zo'n 170 graden. Dus vandaar dat ik hem even flink opstook. Gooi een blokje erbovenop. Het roostersysteem erin. Dan zetten we deze op de hoogste stand. Dan kan mijn bakrek er makkelijk in. Ja, zonder. God top. Ben ik nou echt. Haha, zo. Ik begin lekker te roken. Kijk. Bakblikje erop. En 20 minuutjes. En dan komen we weer een keer terug. Terwijl de ventilatie zijn uiterste best doet om alle rook weg te krijgen, gaan we verder met de yoghurt, knoflook, bieslook dip. De naam zegt het al, zo spannend is het natuurlijk niet. Maar we hebben 4 eetlepels. Griekse yoghurt, 2 teentjes knoflook, ja, dit is een half bolletje, maar dit is ongeveer 2 teentjes. Scheutje olijfolie erbij en wat verse bieslook. Je kunt hier natuurlijk ook gedroogde kruiden voor gebruiken, of oregano of andere Italiaanse kruiden ofzo. Ga daar lekker mee experimenteren als je wil, maar ik pak vandaag verse bieslook. Nou goed, doen we even een klein beetje olijfolie erbij. Knoflook. Even kijken of ik hem erin krijg. Oh, nee. Dan gaat hij even door midden. En hou je niet zo van knoflook, doe gerust wat minder. Hè. Ik pak 2 teentjes omdat ik het gewoon lekker vind, maar ben je zoiets van, dat is iets te veel voor mij. Pas het gerust aan. Nou, 2 teentjes knoflook, wat verse bieslook erbij. En je wil ook nog gewoon daar wat overhouden gewoon voor de presentatie. Want als je die bieslook mooi dadelijk over het blad, de baktregen strijkt, leuk voor de presentatie. En voor mij natuurlijk daar voor de foto. Nou, dit gaan we even mengen. Lekker. Ja, je zou hem nog verder op smaak kunnen brengen met peper en zout, maar ik vind hem voor nu al meer dan goed. Dus deze zetten we even aan de kant en dan kun je hem daar gebruiken als de smash potatoes klaar zijn. Kijk eens. Dat ziet er goed uit. Ik heb net nog een tweede lading parmezaanse kaas eroverheen gedaan, zoals je ziet. Ruikt goed, ziet er goed uit. We gaan hem eraf halen. Zo. Kijk, daar ligt het aan. Die is heet. Ruikt echt super goed. Ik zal eens even op mezelf focussen. Kijk, daar zijn we weer. Ja goed, en dan is het niks anders dan... Nee. We gaan eerst even hier een beetje de bieslook eroverheen kijken. Voor de extra presentatie. Nog het bieslook zo erbij. God jongens, dit ziet er toch mooi uit. Dan ga ik nu eerst even foto's maken. En dan gaan we zo proeven. Nou, hopelijk zitten daar een paar goede tussen. Maar laten we gewoon eens beginnen. Kijk. Ja, je kunt natuurlijk dippen, maar je kunt ook gewoon lekker de saus erop. Eet smakelijk.
Oh, heerlijk. Nou, even een kleine andere proeven. Die tweede, dat was de chicken. Eerst was mediterraans. Mijn voorkeur zou uitgaan naar de mediterraans. Maar chicken, erg goed. Maar, god jongens, wat is dit lekker. En dat waren ze dan, de smashed potatoes met die lekkere knoflook yoghurt, bieslook dip, bieslook knoflook yoghurt dip. Hoe je het ook wil noemen. Maar in ieder geval, ja, super lekker. Lekker crispy, parmezaans kaas, mooi aanwezig. Lekker met die kruiden. Wat ik al zei, mijn voorkeur gaat naar het mediterraans, maar die chicken is ook wel erg lekker. Maar in ieder geval echt een aanrader om een keer te maken thuis. Vond je deze video leuk? Like hem dan vooral, daar help je deze video mee in het hele YouTube-algoritme. Dan ben ik heel erg jou dankbaar. En abonneer dan ook gelijk en druk dan ook op dat belletje. Hetzelfde verhaal, weer goed voor het algoritme. En dan groeien we gewoon weer met z'n allen. Ja, wil je me door de week volgen? Instagram, Facebook, @NasQBBQ. Kun je een beetje zien wat ik allemaal uitspook. En dan kun je al zien wat er de zondag erop op het menu staat, zeg maar. En wil je al mijn recepten teruglezen? www.NasQBBQ.nl. En dan gaan we al sinds een half jaar hebben we ook weer een podcast. Dennis en ik hebben een podcast, www.vurigeverhalen.nl. Daar kun je alle platformen vinden waar je op onze podcast of terug kunt luisteren. En leuk als je daar ook even een kijkje neemt. Maar goed, voor nu, bedankt voor het kijken. Maak deze thuis ook, want het is echt, echt ontzettend lekker. Mooi naast een stukje vlees. Echt een toppertje. Maar maak deze thuis ook en tot de volgende.